Het is al 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Sindsdien zijn er veel opvangplekken voor Oekraïnse vluchtelingen in het land. Zo ook het cruiseschip in Druten. Maar hoe is het voor de vluchtelingen om daar te wonen? En hoe kijken zij naar de toekomst? There's a lot happened in past 2 years. There was good and bad, but I like being here in the boat because it's like the only place I can feel safe. Ik vind hier heel erg leuk. Ik kan alleen maar geweldige woorden zeggen over mensen hier, over het dorp en over de boot en eigenlijk over alles. Ik ben heel blij hier. Ja, ondertussen 2 jaar verder. Ik denk dat wij hier een hele plezierige en prettige locatie hebben in Druten. En ondertussen is er wel gewenning. Ze zijn er al een tijdje. En je ziet nu gewoon dat mensen al hun weg hebben gevonden. Ondanks dat Anna en Ina heel blij zijn met de plek waar ze nu verblijven, was het eng om te moeten vluchten naar een onbekend land. Ik herinner het begin van de oorlog alsof het gisteren was. Want we woonden in het gebied waar het nu onder Russen is. En juist de eerste bom is op ons gebied gevallen. Het was really scary. I didn't know what to expect abroad. It's like unknown country, mentality and situation. Nou, wat ik wel merk in de gesprekken met de mensen is dat er wel onzekerheid is. Dus eigenlijk al vanaf het begin af aan van ja, wat gaat er gebeuren? Ondertussen zitten ze hier al 2 jaar. En ja, de vraag is van wanneer kunnen we terug? En natuurlijk komt dan ook de vraag, en als we terug mogen, willen we nog wel terug? Want er zijn er sommigen die zijn hier zo geïntegreerd, die zeggen van ja, ik wil eigenlijk liever blijven. It's really hard to say about my dreams. My dreams is free Ukraine and that my home is safe and I can go back there and live my life with the people I know, with the language I speak. Mijn echtgenoot is een militair en het eerste natuurlijk wat ik wil, dat de oorlog zo snel mogelijk voorbij is en dat mijn man levend terugkomt. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ik weet niet wat ik verder zou gaan doen, want mijn stad waar we woonden is bezet door Russen. Dus daarom kan ik eigenlijk moeilijk plannen maken. Natuurlijk wil je terug naar Oekraïne, naar je eigen land. Maar aan de andere kant, ik vind Nederland ook ontzettend geweldig. En dit is net als het tweede vaderland voor mij geworden. Vanmiddag laat de gemeente weten dat de opvanglocatie verlengd is tot 2026. Burgemeester Sigrid Zengers zegt hierover het volgende. De meeste Oekraïnse vluchtelingen hebben hier hun leven weer aardig opgebouwd. Ondanks de oorlog in hun thuisland en de zorgen en onzekerheid die dit met zich meebrengt. Het schip heeft beperkingen, vooral voor een langdurig verblijf. Toch zijn we blij dat we op deze manier iets voor hen kunnen betekenen. Natuurlijk blijven we ook in contact met de omwonenden. Het voortzetten van de opvang op het schip moet een passende oplossing voor iedereen zijn. Want zolang het nodig is, willen we de vluchtelingen uit Oekraïne een veilig onderdak bieden.